Goedemiddag, dankjewel. Ontzettend fijn uh, om hier te zijn en heel fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan uh, deze middag. En ik heb al hele mooie sprekers gehoord. Ik wil graag ook met jullie praten over, over lef en over de manier waarop je impact kunt uh, hebben op de samenleving wanneer je lef toont. En wat betekent lef? Het is natuurlijk moed en dapperheid. Uh, je kunt lef tonen als je meedoet aan uh, grote dingen, bijvoorbeeld een, uh, een demonstratie voor uh, de Black Lives Matter-beweging. Maar je kunt ook lef tonen met kleine dingen door uh, je eigen pad te kiezen. Misschien net een pad wat anders is dan het pad wat voor je uitgestippeld was. Als uh, vrouw is het ook altijd belangrijk om te kijken naar je eigen pad en om te zorgen dat je niet uh, privé en werk te veel door elkaar gehaald uh, ziet worden. Dat is ook een onderdeel wat belangrijk is, denk ik, zeker voor vrouwen deze dagen. Ik kan mezelf nog wel herinneren dat uh, toen ik uh, bijvoorbeeld wilde gaan uh, werken op de Nederlandse ambassade in Peking, had ik net een klein kindje gekregen, een babytje. En een van mijn bazen die zei tegen mij, moet je dat nou wel doen? Gaan werken daar uh, met zo'n klein kindje. Ik ben ervan overtuigd dat zo'n vraag nooit aan een man zou zijn gesteld die net een kindje had gekregen. Als vrouw moet je je grenzen heel goed bewaken en dan toch ook het lef hebben om te zeggen, weet je, ik kies mijn eigen pad en ik ga doen wat ik belangrijk vind. Vandaag wil ik met jullie spreken over wat het belangrijk is om die keuzes te maken op individueel, maar ook op nationaal en ook op internationaal niveau. Om lef te hebben. En ik vind dat het belangrijk is dat we kiezen, gezamenlijk, zoals Houssijn al zei in de introductie, voor een feministische economie. Nou weet ik dat het woord feminisme soms wat weerstand oproept. Maar feminisme voor mij betekent gelijkheid, gelijkwaardigheid voor iedereen. Vrouw, man, non-binair. Maakt niet uit wat voor achtergrond je hebt. Maakt niet uit of je, gen, of je, je cisgender bent of transgender, of je misschien uh, een beperking hebt, of je een andere huidskleur hebt of een andere uh, migratieachtergrond. Voor iedereen moet er gelijkheid zijn. En we zien in de feministische economieën dat dat niet altijd lukt. Dat er wel degelijk onderscheid wordt gemaakt voor tussen mensen. Dat zien we ook in Nederland bijvoorbeeld. Als we kijken naar uh, wat er gebeurd is in de toeslagenaffaire. Daar werd onderscheid gemaakt tussen mensen die uh, meerdere uh, nationaliteiten hadden en mensen die dat niet hadden. Dat is een, een onderscheid wat in de machtsstructuur gemaakt wordt, waarvan ik denk dat het belangrijk is dat we ervoor zorgen dat dat onderscheid er niet is. En dat is wat feministische economie betekent. En die ongelijkheid die zit ook verankerd in het economische systeem. Al in de eh, jaren zestig van de vorige eeuw waren er onderzoekers die aangaven dat die ongelijkheid aangepakt moet worden. Om te kijken hoe we een andere economische visie kunnen ontwikkelen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat de wereld eerlijker, duurzamer en gelijker wordt. En daarin staat het welzijn van mensen en van de aarde centraal. Dat zijn modellen die ervan uitgaan dat niet, zoals misschien de huidige modellen ervan uitgaan, dat uh, de natuurlijke hulpbronnen onuitputtelijk zijn, dat we uh, eeuwig duwende, durende economische groei hebben, dat we ons kunnen baseren op uitbuiting van betaalde of slecht betaalde arbeidskrachten. Nee, we willen juist een economie die zorgt voor mens en voor planeet en waarin het welzijn van ons allemaal centraal staat in plaats van de winsten van bedrijven. Ik heb voor jullie drie voorbeelden hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen en hoe individuen, landen, maar hoe we ook samen internationaal daarmee aan de slag kunnen gaan. Het eerste voorbeeld is een voorbeeld van een groep vrouwen uit Senegal. In Senegal kwam een groep vrouwen bij elkaar, ongeveer 800, en die zeiden: De landbouweconomie, de manier waarop wij landbouw bedrijven in ons land, dat moet anders. Want Senegal heeft een monocultuur. Dat wil zeggen dat er. Eén groot gewas wordt verbouwd en daarmee ook vaak de aarde wordt uitgeput. En op het moment dat er een misoogst is, ja, dan heb je al meteen een probleem en is er, komt er voedseltekort om de hoek kijken. Deze vrouwen zeiden, we moeten op een innovatieve manier samenwerken en we moeten zorgen dat we kleinschalige landbouw op een meer milieuvriendelijke manier gaan ontwikkelen en dat dat meer aansluit bij de biodiversiteit van onze eigen omgeving. En deze vrouwen zorgden ervoor dat ze mensen meekregen in hun omgeving. Zij hadden lef om tegen de gebaden paden in te gaan. En zij zeiden: We are the solution. Een ander voorbeeld, een heel mooi voorbeeld, komt uit Uruguay. In Uruguay begon ook de verandering met een groep uh, demonstranten, voornamelijk vrouwen, die aandacht vroegen voor de manier waarop gezondheidszorg was geregeld, zij hadden het lef. Om naar de regering te gaan en te zeggen: jongens, de wet op gezondheidszorg moet anders. Maar wat ook mooi was, was dat de regering naar ze luisterde en er een nieuwe wet op de gezondheidszorg kwam. En wat was nou het uh, bijzondere van die nieuwe zorgwet? In die wet werd vastgelegd dat zowel het geven als het ontvangen van kwalitatief goede zorg een recht is voor iedereen. En dat klinkt misschien bijzonder, maar dat betekent in de praktijk. Dat de staat net zo verantwoordelijk is voor zorgverlening als individuen. En dat betekent dat zorgtaken die bijvoorbeeld onbetaald zijn, ook erkend werden. Het betekende een heel andere aanpak van de zorg in dat land. En het betekende ook dat in Uruguay de zorgdruk tussen mannen en vrouwen veranderd werd. En ook de zorgplicht tussen de overheid en de samenleving. Een lef van zowel de mensen als van de overheid om deze stap te zetten. En een derde voorbeeld wat ik wil geven is hoe we in de internationale gemeenschap stappen kunnen zetten. Er is een, um, uh, een, een samenwerking in de Verenigde Naties die heet de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Die zeggen dat landen de plicht hebben om mensenrechten te waarborgen. Die zeggen dat bedrijven ook de plicht hebben om die mensenrechten te erkennen en te respecteren. En ook dat mensen de mogelijkheid moeten hebben om hun recht te kunnen halen wanneer hun rechten worden geschonden. Uh, nu zijn dit nog guiding principles, richtlijnen. Maar er is een groep die bij elkaar komt, een groep landen die met elkaar onderhandelt en die zegt, dit moet een verdrag worden. We moeten een verdrag hebben waarmee we bedrijven en mensenrechten aan elkaar koppelen en ervoor zorgen dat er perspectief komt zodat ook niet, uh, dat het niet alleen maar een richtlijn is, maar dat er een verdrag is... waarbij er erkend wordt wat de mensenrechten zijn. En dat ook bedrijven zich daarvoor verantwoordelijk moeten, uh, moeten voelen. En vanuit uh, onze organisatie ActionAid zetten we ons erop in... dat ook de feministische principes waar ik het net over had... over het versterken van welzijn van ons allemaal... over het beschermen van de aarde, dat die ook daarin worden opgenomen. En daar zijn we al met een hele grote groep. En we zien dat een aantal landen daar ook in meegaan. Wat we tegelijkertijd zien is dat een land als Nederland helaas niet altijd voorloper is. Misschien zelfs wel een beetje een sta in de weg is als het gaat om het verbeteren van dit soort situaties. Jullie kennen misschien wel de uitdrukking dat Nederland een belastingparadijs is. In Nederland hebben we belastingwetgeving die ervoor zorgt dat grote bedrijven belasting kunnen ontwijken. Wij hebben berekend dat um, in Nederland... We ongeveer 375 miljoen euro per jaar, dus 375 miljoen euro per jaar, mislopen omdat we geen goede belastingregels hebben. En dat zijn alleen nog maar de gelden die de vijf grootste techbedrijven hier aan belasting zouden moeten betalen. En mondiaal gaat dat zelfs om 26 miljard eh, euro. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een land als Nigeria, dat loopt 82 miljoen euro mis, terwijl die 82 miljoen euro ze heel goed zouden kunnen gebruiken. Om bijvoorbeeld zorg te betalen. Om ervoor te zorgen dat uh, het jaarsalaris van maar liefst 70.000 verpleegkundigen in dat land betaald wordt. Met die 82 miljoen die ze mislopen. Dus het is heel belangrijk dat we ook een beetje lef tonen, dat we ook in Nederland een volgende stap zetten. En dat we zorgen dat we die belastingontwijking hier aanpakken. ActionAid, mijn organisatie, zet zich in voor een feministische economie. We pleiten voor eerlijke belasting. En we pleiten voor een wet op maatschappelijk verantwoord ondernemen, zodat bedrijven en mensenrechten samen gaan en niet tegenstrijdig zijn, zodat we een eerlijke energietransitie krijgen, een eerlijke landbouwtransitie en een eerlijke voedseltransitie. Want het zijn grote problemen. Het zijn problemen die we niet individueel kunnen oplossen. Het zijn problemen die we gezamenlijk moeten oplossen. En wat zou het mooi zijn als Nederland niet een sta in de weg is hierbij? Maar juist een voortrekker is. Het lef heeft om een voortrekker te zijn voor een feministische economie. Om impact te maken op de wereld van nu en op de wereld van de toekomst. Dank jullie wel. Dank u wel, mevrouw Mai. Fantastisch ja. uh, dat u dit met ons wilde delen. Um, als u impact voor uzelf zou beschrijven in een zin of in een paragraaf, wat zou u dan zeggen? Ik denk dat impact, wat ook vorige sprekers al hebben gehad, gezegd, betekent dat je uh, doet wat je voelt en wat je ziet. Uh, dat nodig is om de dingen om je heen een klein beetje beter te maken. Voor de mensen om je heen, die misschien wat minder goed hebben, uh, maar ook voor jezelf. Zodat we samen een betere toekomst hebben. En kan dat ook voor jezelf en voor degene om je heen? Ja, ik ben ervan overtuigd dat uh, het niet zo is. Dat is natuurlijk een beetje het traditionele idee van de economie en de maatschappij. Dat we een groeimodel hebben hè, waarbij als jij wat krijgt, dat ik dan niet iets heb. Ik denk dat we juist heel goed die taart mooi samen kunnen verdelen. En ervoor kunnen zorgen dat we allemaal op een uh, mooie wereld leven. En dat we allemaal ook die, uh, nou ja, die duurzame aarde voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. Nou ja, voor alle mensen die natuurlijk hier nu kijken. Uh, ook in de toekomst uh, behouden. Ja, ja, fantastisch. Ik ga even de deelnemer vragen. Iemand die een vraag heeft, even hand omhoog. Dan gaan we je zo meteen naar voren pinnen. Uh, ja, gaat dat zo gebeuren? Oké, okay. um, een PowerVrouw. Uh, vindt u dat terecht als u die titel krijgt? Um, ik vind het een hele mooie titel, dankjewel. Uh, ik denk dat heel veel mensen kracht hebben om op individueel of op een wat groter niveau te proberen uh, veranderingen teweeg te brengen, zodat ja. we het allemaal wat eerlijker met elkaar verdelen. Ja. Ik denk dat daar ook natuurlijk wel, daar is soms wat kracht voor nodig. En dat is wat ik ook bedoelde met lef. Daar heb je soms wat lef voor nodig. Ja, ja. Ja. En wat zou uw boodschap zijn naar de vrouwen, of misschien zelfs ook de mannen onder ons, uh, als u dus uh, één concrete zin wilt meegeven van, joh, dit is wat je morgen moet doen? Nou, het, om te beginnen inderdaad, feminisme gaat niet alleen over vrouwen. Precies, het gaat ja. ook over jou. Ja. Want het gaat over het veranderen van machtsstructuren. Zien dat er dingen mis zijn en het lef hebben om te kijken hoe je dat kan veranderen. Ja. Het lukt niet altijd meteen vandaag, misschien ook niet meteen morgen, maar doorgaan.